Je hebt in Photoshop de mogelijkheid om plugins toe te voegen en niet alleen in Photoshop, ook in Lightroom. Maar dit gaat puur over Photoshop. Een plugin is een klein stukje software wat een aantal dingen uh, makkelijker kan doen of beter kan doen dan Photoshop zelf. Maar in principe kan eigenlijk bijna alles wat een plugin doet ook gewoon met Photoshop zelf. De Nik-collectie is een plugin van Google en vroeger, toen Nik nog zelfstandig was, kostte dat een berg geld. Maar Google heeft het gratis beschikbaar gesteld bij overname. En na installatie krijg je dit paneeltje erbij in Photoshop, en daarin zie je een aantal tools. Ik ga ze niet allemaal behandelen vandaag, ik ga ze gewoon stuk voor stuk behandelen. En ik begin vandaag met Vivesa 2. En dat impliceert dat het natuurlijk ook een eerste versie was, en dat was natuurlijk ook zo. Mocht je dit paneel niet willen zien, je kunt hier bij instellingen aangeven dat je het paneel wel laat zien bij opening of juist niet. En als je het paneel niet ziet, je kunt natuurlijk ook hierboven bij filter Nick Collection. En dat klapt niet uit omdat we geen foto hebben, laat ik je zo zien. Ik sluit voorlopig even het scherm en ik ga op zoek naar een foto. Natuurlijk had ik die al geselecteerd, want ik doe een beetje mijn huiswerk. En ik open de foto gewoon. Vivesa 2. Op zich is het heel simpel. Um, het is een van de basisdingen van de NIC collectie. En er zitten een aantal dingen in die in andere filters ook terugkomen. Dus in zoverre is het misschien belangrijk om hiermee te beginnen. Ik open mijn foto's als een slim object. Dat kun je hieronder zien aan de layer dat er een klein vierkantje bij staat. De meeste mensen zullen hem in feite als één laag openen en dan verschijnt hij als achtergrond met een slotje erbij. En zet je hem op omzetten in slim object. Dan heb je het voordeel dat alles wat je met filters gaat doen. Uh, wat destructieve filters zijn. en dat is de NIC-collectie ook, want het past je laag echt aan. dat dat later nog gewoon een keer aangepast kan worden. Zet je dit nou uit en ga je het filter toepassen? Ja, er komt wel een nieuwe laag bij. Dus je originele laag blijft eigenlijk behouden. Maar je kunt niet zeggen later van. oh ja, ik heb eigenlijk toch iets te veel gedaan in het filter. Je kunt niet terug naar het filter om het aan te passen. En dat kun je wel als je laag een slim object is. Dus ik adviseer om dat te doen. Ga ik nu naar filter en kijk ik bij Nick Collection, dan heb ik daar ook de filter staan en ik klik op Viveza 2. De software van Nick herkent het als een slim object, en uh, Viveza gaat nu fungeren als een slim filter. Dat geloof ik wel. Ik druk op OK en de software van Nick gaat zich opstarten. Ik zal hem een klein beetje kleiner maken dat hij er net in past. Om te beginnen zie ik natuurlijk mijn originele foto. En aan de rechterkant zie ik een aantal dingen die je kan doen. En dat is eigenlijk alles. En dan zul je zeggen: van ja, moet je hier nou een heel filmpje voor maken? Nou, als je ziet hoe makkelijk het gaat dadelijk. dan snap je misschien dat dit soort filters eigenlijk best wel een leuke werking kunnen hebben. Ik kan om te beginnen gewoon wat waardes aanpassen. Van dingen die ik gewoon mooi vind natuurlijk. Structuur is een soort lokaal contrast uh, slider. Je kunt de foto daarmee zachter maken of juist harder, net nagelang wat jij wil. Rood, groen en blauw zijn gewoon de individuele kleurkanalen. En met de kleurtonen kun je de kleurtjes gewoon helemaal veranderen als je wil. Dat zou ik bij een natuurfoto niet zo snel doen. Onderin ook nog eventueel een curve die je gewoon handmatig aan kunt passen. Ik ben zelf iemand, ik zou dat naderhand later doen in, uh, in Photoshop zelf, omdat het daar iets preciezer mee is. Ben ik nou klaar? Ja, ik zou kunnen zeggen dit was het. Als ik ga bijvoorbeeld naar een gesplitst voorbeeld, dan heb ik aan de linkerkant van de rode streep het origineel staan. En aan de rechterkant de bewerkte versie. Ik zou het hierbij kunnen houden. Maar er zit iets in Vivesa en ook in andere stukken software van Nick wat het pakket eigenlijk wel heel leuk maakt. En dat is dat je controlepunten toe kunt voegen. En als ik dat bijvoorbeeld eens doe hierboven, dan kan ik ergens op de foto klikken. Bijvoorbeeld op het groene gras. En dan krijg ik daar een heel klein minuutje bij. Met eigenlijk diezelfde aanpassingen. Die ik over de gehele foto heb gemaakt. Naast het bolletje heb je om te beginnen een kleine slider staan. En die bepaalt de grootte van je controlepunt. Als je daaraan trekt, dan zie je wat er gebeurt. Ik krijg een soort kwastje. En als ik dat even redelijk tot op het gras beperk. Dan ga ik nou hier aanpassingen maken. Die alleen toepassing hebben op dat gras. Dus als ik bijvoorbeeld de helderheid omhoog zet. En het contrast ook. Dan zie je dat het eigenlijk alleen maar in dat rondje effect heeft. En niet verder op de foto. En dat is op zich wel een heel leuk en krachtig iets. Als je goed hebt opgelet, dan zie je dat het aan de rechterkant ook meteen verandert. En ik vind het op zich iets makkelijker om aan deze sliders te trekken dan de kleintjes bij het controlepunt zelf. Nou, wat ga ik met het gras doen? Ik maak het iets donkerder. En ik ga bijvoorbeeld ook nog een controlepunt toevoegen op het bootje. En omdat dit controlepunt laag uh, in de foto staat, is de slider voor de grootte van het controlepunt hieronder en niet aan de bovenkant. Dat past simpelweg niet. En ik kan wederom gewoon aan de rechterkant wat veranderingen maken. En zo het bootje er iets harder uit laten springen. En dat is op zich wel makkelijk, want je hoeft niet te maskeren. Je krijgt gewoon een controlepunt waarbij je uh, vrij eenvoudig daar individueel kunt bepalen wat je wil gaan doen. Je ziet ook dat deze controlepunten er aan de rechterkant gewoon bij komen. En eventueel kun je ze ook nog gewoon uitzetten. En dan zie je dat het eigenlijk geen effect heeft. Klik je nou op dit vierkantje hier, dan zie je alleen de controlepunten. Dus dan zie je ook meteen de grootte van wat ze doen. En natuurlijk kan ik ze ook nog gewoon aanpassen zodat je toch iets preciezer kunt werken. Je kunt op een controlepunt zelf klikken om het er naartoe te gaan. Je kunt ook hieronder klikken. Dat is even net, zo, net zo, ja, wat je eigenlijk makkelijk vindt en wat voor jou het beste werkt. En dan klik ik weer op het vierkantje om terug te gaan. Klik ik nu op oké, OK, dan zal Vivesa toegepast worden als een slim filter. En kan ik dus in een later stadium altijd nog terug? Want stel je voor dat ik nou denk van ja, nee, dat bootje dat had ik toch niet moeten doen, dat klopt er nou te hard uit. Heel simpel, ik klik op Vivesa 2, dubbelklik erop, ik ga naar mijn controlepunt en ik zeg verwijderen en ik druk weer op oké. OK. De computer gaat weer aan het rekenen en je zult zien dat de wijzigingen op het bootje verdwenen zijn. Zo simpel is Viveza 2. Het is een van de basisfilters uit Nik. Ik ga de komende tijd de andere filters behandelen en dan zul je zien dat zoiets als controlepunten eigenlijk overal in terugkomt. Voor nu in ieder geval weer bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.